Nee, geeft niet. Hier is hij dus. Mijn nieuwe boek, wit, het raadsel van de verdwenen kleuren. Nou, er zit genoeg kleur in. Voor wie het nog niet weet, het gaat over een schilder die niet weet wat hij moet maken. En op een dag verdwijnen alle kleuren. Uit zijn jasje, uit zijn stoel, en zelfs uit zijn blote wangetjes. En dan raakt hij een beetje in paniek, want wat moet een schilder die geen kleuren meer heeft? Maar hoe drukker die zich maakt, hoe sneller het gaat. Dus hier zie je hoe de kleuren uit de pagina's verdwijnen. En als dan de kleuren weg zijn, dan gaan ook alle lijntjes verdwijnen. Dat is pas echt paniek. En dan wordt hij wel een beetje bang. Kijk, je zit hier zielig in een hoekje. Ik besta zelf ook uit lijntjes. Ga ik zelf ook verdwijnen. Dit is het dieptepunt van het boek. Hierna komt het goed hoor. Komt er een vlindertje naar binnen vliegen. Met de mooiste kleuren die meneer de schilder ooit heeft gezien. Dat is mooi, denkt hij. Dat ga ik schilderen. Hij weet wat hij moet doen. Hij pakt een potlood en hij gaat om zich heen tekenen. In de keuken, nee, in de woonkamer maakt hij een pinguïn die liedjes speelt op de piano. In de slaapkamer een snurkende kreeft. En dat vlindertje fladdert door het huis en meneer de schilder tekent er achteraan. En die blijft de pagina even plakken. In de badkamer twee verliefde olifantjes. Fladder, fladder, meneer de schilder erachteraan. In de keuken een koekenpan die uit zichzelf pannenkoeken kan bakken. En eentje landt er bovenop een krokodil. Het huis wordt voller en voller en voller, maar meneer de schilder kan geen genoeg krijgen. Hij maakt een neushoorn in de kelder en een rosgaat snelpakt. En dan, als hij op zolder een giraf tekent, dan pas gaat het vlindertje zitten bovenop de hoorntjes. En wat gebeurde er toen? Kleuren kwamen terug. Hemelsblauw, knaloranje en botergeel. Ze waren er weer. En mooier dan ooit. Meneer de schilder pakte zijn kwasten en schilderde alles in de mooiste en helderste kleur. En daar is hij nooit meer mee gestopt. Dankjewel.